Haag. En zeker bij ADO Den Haag zijn de problemen groot. Nog maar één puntje. Nogal onrustig daar, vanwege allerlei zaken trouwens. Maar we concentreren ons vooral op het voetbal. En uit de geschiedenis kunnen we opmaken dat van de 20 keer dat er gespeeld werd tegen Utrecht, er maar één keer werd gewonnen door de ploeg uit Den Haag. Toch is het voor sommige Den Haag mensen een soort thuiswedstrijd. Bijvoorbeeld voor Frans Adelaar. De oud-coach van FC Utrecht voelt zich nog steeds erg thuis volgens het programmaboekje daar in Utrecht. De coach nu van ADO Den Haag. En hij wordt er ook vriendelijk ontvangen. Maar ook Pascal Bosgaard heeft daar natuurlijk een verleden. Hetzelfde geldt voor Michael Mols. Nog steeds een soort publiekslieveling. Zolang hij natuurlijk maar niet scoort namens ADO Den Haag. Brengt ons bij de opstelling van FC Utrecht. Waar Ricky Kruijs een basisplaats heeft gekregen ten koste van Hans Somers. Viel de laatste tijd goed in volgens trainer Foukebooy. En daarom staat hij er ook in. Edson Braafheid wil zijn contract niet verlengen. Moet misschien in de winterstop al weg. Maar hij staat wel gewoon op de linksbackpositie. Bij ADO is Vreven geschorst en Knoppen gepasseerd. En is er bijvoorbeeld een basisplaats voor debutant Levi Schwiebe. En verder mag ook nog steeds Swinkels gewoon het doel verdedigen. Hij is eigenlijk derde doelman, maar hij doet het zo goed dat hij mag blijven staan. U hoort verder alles van Koert Westerman. Een speciale wedstrijd ook voor Cedric van der Gun vandaag. Geboren in Den Haag, jeugdspeler en prof geweest bij ADO. Maar nu aanvaller bij FC Utrecht. Braafheid, Roersen, nou, Bakati dicht bij Mols. Hoekschop ADO Den Haag. De hoekschop is strak, het koppen is ook prima zeg, van Christian Koem. En Kruijs kopt dan weg, voordat Vorm aan die bal kan komen. Djevcevic en Koem, Mols. Het is moeilijk voor Michael Mols tegen Francis Dikko. Er staat geen muur voor Michel Vorm. Dus Bodde heeft vrije doortocht en Vorm heeft alle moeite met deze bal. Bosgaard. Even verlost van zijn directe tegenstander. Verhoek. Verhoek is er langs bij Cornelissen. Nu de voorzet. Vorm zit ernaast. En oh, wat een kans. En nog een kans. En niet een goal van Rankovic. Dit had de 1-0 van ADO kunnen en moeten zijn. Verhoek zegt, waar ben je? Nou, hier is Rankovic. Eén keer, twee keer. Van de lijn gehaald door Broersen. Die zijn ploeg hier voor een achterstand behoedt. Van der Gun, voor zijn goede been. Kaluwe. Kaluwe, De Jong, richting Fortuné. Ook Van der Gun is daar, Koptev de bal achter hem. En dan een overtreding van Elia. Vrije trap Utrecht, dicht bij de goal van Swinkels. Twee benen gingen daar hoog en gestrekt, zo lijkt mij. En dit is hoe Swinkels het ziet. Ricky Kruijs kan dit als geen ander. Ricky Kruijs, oh, wat een doelpunt van Ricky Kruijs. Helemaal naar hem toegerend is Michel Vorm. Wat een ontlading hier in de Galgenwaard. Een fenomenale vrije trap van Ricky Kruijs. Heerlijk als je in Utrecht geboren bent. Je bent pas 21, dat je hem er dan zo inlegt voor de 1-0. En je eerste goal van dit seizoen. Swinkels volstrekt kansloos, want hij zag hem pas hier en toen was hij te laat. De Jong. Roersen. Kaluwe. Swinkels. Roersen was ook een optie geweest voor Kaluwe, maar dit was ook gevaarlijk. Links de assistent, Lex Schoenmaker die erbij was, de enige keer dat ADO wist te winnen in Utrecht, 31 jaar geleden. Fortuné, bal schiet door bij Van der Gun. Van der Gun is er door, Van der Gun is er langs. Van der Gun maakt 2-0. Hij wil heel uitbundig juichen, Cedric Van der Gun. Maar snapt op tijd dat dat misschien erg gevoelig ligt als oud ADO Den Haag speler. En geboren Hagenees. Maar hij heeft wel reden tot uitbundig juichen. Want hij doet dit heel knap.
twee man gezien. De derde ook rustig binnengeschoven. 2-0 FC Utrecht. Bramar gaat naar de bank van ADO Den Haag, want daar zijn nog wat boze mensen. Met name Schoenmaker is erg boos en Adelaar moet dan van Bramar naar de tribune. Adelaar heeft Hens gezien op een overtreding van Fortuné en is zo boos dat Bramar hem naar de tribune stuurt. Rankovic eraf aan het begin van de tweede helft. En Knopper, gepasseerd, toch aan speelminuten. De man die dat nu allemaal een beetje moet regelen is André de Cler, de teammanager. Dit heeft hij in ieder geval goed gedaan. Vrije trap voor ADO. Bosgaard met links. Swingt in, Mols en een kopbal van Knopper. Net ingevallen. Het zal je gebeuren dat je een binnenkop zegt. 30 seconden nadat je erin bent gekomen. Geen buitenspel van Fortuné. Wel het appel, maar het vlagsignaal blijft uit. Dus Fortuné met links. Goede redding van Swinkels. Knopper. Bakati. Elia. Ruimte nu even bij Knopper. Ja, en ook bij Michael Mols. Maar Dikkel stond toch goed opgesteld. Verhoek. Verhoek recht op vorm af. Een van de weinige lichtpuntjes in die tweede helft. Die slordig is en die toch een stuk minder aantrekkelijk is. Braafheid mag gooien richting Fortuné. Dat is dan het reset, maar Schwiebe weet dat inmiddels. Knopper. Mols moet komen. Elia gaat en heeft wat ruimte. Cornelissen moet opletten. Cornelissen en Elia. Elia kan schieten en mikt voorlangs. Maar het toont aan dat ADO lang nog niet uitgespeeld is. Van der Gun. Bosgaard. Knopper. Mols. Knopper dan nog maar een keer schieten. Maar dat gaat ruim naast. En dan blaast Erik Braamhaar af. Blijft het dus bij die goals van Ricky Kruis, die prachtige. En die van der Gun mocht er ook wezen. En alle lof dan toch ook voor die arbiter. Erik Braamhaar, die deze risicowedstrijd professioneel tot een heel goed einde bracht. Utrecht wint van ADO met 2-0. En de zorgen voor Adelaar nemen toe. De kans is heel groot dat dit mijn laatste wedstrijd in de Galgenwaard is. Dus ja, ik had liever een andere uitslag gehad. Maar wat doet dat met je? Nou ja, ik moet zeggen, ik was wel geraakt zeg maar, door de reacties van het publiek toch. Kijk, ik ben al twee seizoenen weg en het had ook anders gekund. Een moeilijke wedstrijd toch wel. ADO speelde niet onverdienstelijk. Maar uiteindelijk hebben we de overwinning er doorheen gesleept. Zonder zelf al te goed voetbal op de mat te leggen. Aldus Rick Kruis. Dan Frans Adelaar, die speelde een soort thuiswedstrijd. Maar dat was natuurlijk niet helemaal zo, want hij is in dienst van ADO en dat gaat niet heel erg goed. 8 wedstrijden gespeeld, 1 puntje, dan neemt de druk toch enorm toe bij Adelaar, of niet? De afgelopen seizoenen hebben wij ook moeilijke periodes gehad waar het intern rustig is gebleven. En die interne rust, die voel ik en merk ik ook nu. En ik ga ervan uit dat ik ook bij die ommekeer aanwezig zal zijn als trainercoach. Want anders dan komt die vraag misschien weer op. Zo rustig als hij tijdens de persconferentie was, zo boos tijdens de wedstrijd, omdat hij meende dat bij het eerste doelpunt hier een hensbal was geweest van Fortuné. Ik dacht op dat moment een hensbal te zien. En dan is mijn emotie is op dat moment eventjes wat moeilijker te controleren. Ook dat gebeurt bij een trainercoach wel eens. En, maar dan moet ik nu, zoals ik de beelden nu zie, constateren dat het geen hensbal was en een zuivere goal. Nou, voor een trainer die net weer verloren heeft en er zo slecht voor staat, maakt hij een hele ontspannen indruk. Frans Adelaar, we gaan hem de volgende week.